loopt eigenlijk een lijn. Ja. Het is bewusteloos. Oh, bewusteloos. Alleen een beetje veel lucht in de oranje. Ja, dan is het toch een lijk hoor, al die, ja, al die gassen. Ja, en dan bijt hij er zo in en dan. Oh, ja. Maar hij is oranje. Ja, lijk drijft niet zo. Nee. Ja, later wel. Nee, zie je alleen een kruintje. Alleen dan zit er zoveel gas in, als ze er dan niet bijten. Klopt goed zo, en vast. Ziet er al heerlijk uit, schat. Ja, en hierheen. Hier. Kom op. Ja. Ik zie het. Goed zo. Hij is weg nu, hoor. Je hebt een poot vast, je moet zijn arm pakken. Onze fluit had. Ja. Toen ik weg was, toen ging ze wat echt wel lappen. Dus het kan wel, maar ze doen het niet. Is dat prettig zo? Ja. En hierheen, hè? Cor heeft ze vergeten te smeren vanochtend. Ja. Ja. En hij gaat nog ineens achteruit. Ik bedoel, als hij nou zo achteruit gaat, dan zeg je, het is goed, maar... Nou, als pup heeft hij een fluitje ingeslikt. Dus de lucht blijft bijvallen. Ja, dat kan best. Hij heeft ook van die poppen gesloopt hoor. Ja, maar als het nou mistig is, dan weet je het nog. Kom eens hierheen, Fred. Stroom is het dikke. Ja. Moet hij naar de kant dat lijk of moet hij nou ook nog echt naartoe met dat lijk? Is geen lijk. Ja, maar... Hierheen. Gewoon de kortste weg naartoe hoor. Kom op. Even tegen de stroom in, kom op. Zo waakst dan. Juist, heel goed. Kom op! Hij doet het, ja. Ja, kom. Hier. Je moet ook stoppen met roken, Fred. Nou, laat de baas maar. Laat het baasje roken, hoort dat nou? Alleen buiten. Nou, wij wonen in Overschie. Aan het Kleinpolderplein, dus kom op, los! Fred, los! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Even de camera die we nodig hebben. Hij komt vliegen, hè? Ja, wie is nou weg?